we hier met zoveel verschillende mensen zijn. En wordt het programma vandaag, waarbij we eerst Sedda Matoeg van GroenLinks, Lambert van Raan van Partij van Dieren en Marijke van Beukering van D66 samen met Alexander de Roo in gesprek gaan zien in een politiek panel over wat we als oplossing gaan krijgen voor het toeslagenstelsel. Ik ben blij met de drie Kamerleden. Marijke Beukering van D66, voor jullie helemaal links. Kijk, we willen de toeslagen afschaffen. Daar gaat natuurlijk een bepaalde tijd overheen. En wat we op korte termijn daarvoor terug zouden willen doen is de verzilverbare heffingskorting, oftewel de negatieve inkomstenbelasting. Dus we willen het op die manier gaan regelen. Lambert van Raan, Partij voor de Dieren, al ervaren Kamerlid, welkom. Partij voor Dieren is voorstander van een vorm van een basisinkomen. En Sedda Matoeg, GroenLinks, nieuw Kamerlid. Of het nou ging over toegang tot de zorg, of het nou ging over het onderwijs, of het nou ging over de elektriciteitsrekening. Wat daarachter zit is eigenlijk dezelfde probleemanalyse. En dat is voor GroenLinks heel duidelijk. De bestaanszekerheid in Nederland is niet op orde. Ik en Gerard Sangers gaan kort even uitleggen waarover onze boeken gaan. Ik ben bijstandsgerechtigde. Ik val onder de participatiewet. Eén groot, tenminste zoals ik het ervaren heb in de jaren, één groot drama. Mijn naam is Koen Bruning. Ik ben jongerensecretaris van de Vereniging Basisinkomen. De randvoorwaarden voor een samenleving om goed met elkaar samen te leven, een politiek bestel te hebben wat werkt en een economisch systeem wat ervoor zorgt dat niet alleen kapitaal beloond wordt, maar ook arbeid. In ons huidige politiek bestel kun je op een bepaalde manier oplossingen of verandering bewerkstelligen. Je kunt dat institutioneel doen, je kunt dat van binnenuit doen en je kunt het ook van buitenaf doen. En al die ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire mogen ook gewoon hun stem uitbrengen. Dus ga stemmen, kies, vind er iets van. En het maakt me eigenlijk niet uit op welke partij je stemt, maar vind er iets van en deel die stem, gebruik hem, zet hem in. En ik denk dat wij het allemaal...